De berging van wrakstukken van de MH17 is uitgesteld. Er is de afgelopen nacht zwaar gevochten rond Donetsk. De situatie hier in het oosten van de Oekraïne is heel gespannen. En het is zeker niet uitgesloten dat dat de komende periode zo blijft. Verder in het nieuws vandaag. Nabestaanden van de slachtoffers van de MH17 willen graag een monument of een gedenkteken. En Berlijn herdenkt de val van de muur. Goedenavond. Morgen zou de berging van de wrakstukken van de MH17 beginnen in Oost-Oekraïne. De vrachtwagens die naar het rampgebied toe zouden gaan, staan klaar. Maar de operatie is uitgesteld. Volgens een woordvoerder van de separatisten in Donetsk gaat het voorlopig niet door. Het is niet duidelijk waarom dat zo is. Mogelijk heeft het te maken met zware gevechten in de omgeving. Dit was de situatie in die omgeving van Donetsk vandaag. Grote rookpluimen boven het vliegveld. En ook in andere delen van de regio vonden zware bombardementen plaats. De zwaarste sinds een maand. En deze voertuigen met militairen zijn ook gesignaleerd. Onder meer in de buurt van Donetsk. Verschillende konvooien met vrachtauto's en geschut zonder kentekenplaat. Volgens het Oekraïense leger zijn het Russen, maar Rusland ontkent. En intussen staan deze twee vrachtauto's al de hele dag klaar om morgen de wrakstukken van de MH17 op te halen in het rampgebied. Maar een woordvoerder van de separatisten liet vandaag weten dat die operatie dus niet doorgaat. Correspondent David-Jan Godfra is in Donetsk. Waarom gaat het niet door, David-Jan? Heeft dat te maken met die gevechten of hoe zit dat? De separatisten hier, de leiders daarvan, die zeggen dat het niet doorgaat omdat de Nederlanders die leiding geven aan die operaties niet zijn komen opdagen vannacht. Die zijn niet in Donetsk, die zitten niet in het hotel waar ik hier nu bovenop sta, waar ze normaal gesproken wel zijn. De ongevallenraad die de actie hier coördineert, die zegt, die suggereert in ieder geval dat het toch met die veiligheid te maken heeft. En daar kun je je misschien ook wel iets bij voorstellen. Er is inderdaad zwaar gevochten, zowel gisteravond als vannacht. Vandaag was het overdag iets minder, nu is het rustig, maar je hoort hier en daar toch nog wel wat gerommel. En bovendien zijn er die militaire konvooien die overal in de regio opduiken, onder andere ook in de buurt van het rampgebied. Nou, dat zou misschien de reden kunnen zijn waarom de ongevallenraad heeft gezegd, we doen het toch maar even niet. Misschien niet morgen, dan misschien dinsdag of later deze week. Want is het überhaupt mogelijk om een goede inschatting te maken van hoe veilig het daar is, bijvoorbeeld de komende dag? Dat is heel erg moeilijk. Er is heel veel militaire activiteit. Er rijden allerlei konvooien door de regio heen. Zowel Oekraïense strijdkrachten als separatistische strijdkrachten. Misschien zelfs Russische troepen. Dat hebben we nog niet kunnen aantonen. Maar die kans is wel heel erg groot. En het lijkt erop dat beide partijen of bezig zijn zich te versterken. Of misschien wel een offensief aan het voor te bereiden. Nou, als dat laatste het geval is, dan wordt het voorlopig niet veel veiliger hier in de regio. David-Jan vanuit Donetsk, dankjewel. Ja, de nabestaanden van de slachtoffers van de vlucht MH17 willen graag een monument of een gedenkteken. Morgen is de nationale herdenking in de RAI in Amsterdam. Meer dan 1600 nabestaanden zullen daarbij aanwezig zijn. Ze zijn actief betrokken bij de invulling van die herdenking. Ja, wordt een mooie bijeenkomst. Er komt mooie zang, er komen koren, er komt een orkest. Wordt gesproken door een enkele nabestaande. Ik zal zelf ook een aantal namen opnoemen van de slachtoffers die allemaal genoemd worden. Ja, ik vind het belangrijk om elk moment bij te wonen die betrekking heeft voor een herdenking of het eren van de slachtoffers. En natuurlijk specifiek voor mijn broer. Hij verloor zijn broer Erik en hij zijn dochter Elzemiek. En dus gaat het sinds 17 juli in hun hoofd nog steeds maar over één ding. Het is een roes waar je in zit. En het is heel lastig om ook weer gewoon mee te draaien in het dagelijks leven. Laatste maand, anderhalf maand is het wat rustiger. Ik ben ook met een therapie begonnen. En zo langzamerhand weer stapjes met werken starten, maar concentratie valt tegen en je denkt eigenlijk elke twee seconden aan je kind. Ik vind het zelf heel belangrijk dat er wel een monument of een gedenkteken gaat komen. Persoonlijk zou ik het fijn vinden
om dat te plaatsen op Schiphol en in Eindhoven. Want daar kwamen de mensen die zijn teruggevonden thuis. Daar kwam uw broer thuis? Ja. Ja. Toen kregen de slachtoffers hun waardigheid weer terug, die ze al die weken in Oekraïne niet hadden gehad. En zo zie ik ook deze herdenking op deze manier gebeuren. Ik denk dat dat indrukwekkend wordt voor ons allemaal. En ook weer een moment in de rouwverwerking zal betekenen. Ja, morgen besteedt de NOS uitgebreid aandacht aan die nationale herdenking in de RAI in Amsterdam. Vanaf 12:50 kunt u terecht op NPO 1. Ja, en van daaruit naar het gelukkigste moment juist uit de recente geschiedenis. Zo omschrijft althans de Duitse bondskanselier Angela Merkel de val van de Berlijnse muur, vandaag precies 25 jaar geleden. Het luidde het einde in van de DDR. Het was het begin van de hereniging van de beide Duitslanden. In Berlijn zijn 1 miljoen mensen op de been om dat te vieren. Belangrijke gasten waren erbij. Lech Walesa en... En natuurlijk onze Gorbi, Michail Gorbachev. De damalige president der Sowjetunion. Niet alleen om te vieren, maar ook om te herdenken. We gedenken heute der vielen Opfer des DDR-Unrechtsregimes und der vielen Mauertoten, die eigentlich nur ihre Freiheit haben wollten, ihre Demokratie haben wollten und dann erschossen worden sind. Wir gedenken allen Opfern der DDR-Diktatur. En dan verdwijnt de muur symbolisch opnieuw. Daar waar vroeger het beton oost en west gescheiden hield, wordt een grens van licht nu heel langzaam gedoofd. 8000 ballonnen worden één voor één opgelaten. Al de hele dag worden de uitzonderlijke gebeurtenissen van toen herdacht. Onvergetelijk, volgens bondskanselier Merkel, zelf toen Oost-Duits. De Mauerfall had ons gezeigt: träumen kunnen waar worden. Niets moet zo blijven wie het is. Mogen die hürden ook nog zo hoog zijn. Deze ervaring willen we met onze partners in de wereld delen. We can be heroes just for one day. Ja, Berlijn. Correspondent Wouter Meijer is in Berlijn. Wouter, wat is het overheersende gevoel daar? Blijdschap, feest, grote vreugde. Er staan hier bij de Brandenburger Tor een paar honderdduizend mensen. Alle toegangswegen zijn afgesloten. Het is al de hele avond bomvol. Die genieten hier nu van Udo Lindenberg. Wie is er niet groot mee geworden? En ze hebben hier gekeken naar de ballonnen die vanaf hier opgelaten werden. En sinds een uur ongeveer allemaal opgelaten zijn. Stuk voor stuk naar het noorden en het zuiden langs de muur. Eerder vandaag waren er natuurlijk ook serieuzere momenten. Herdenkingen van de meer dan 130 mensen die zijn overleden bij pogingen om Oost-Duitsland te verlaten over de Berlijnse muur. En ook het besef, dat zei bondskanselier Merkel ook onder andere, dat hier nu herdacht wordt 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog. Maar op andere plaatsen, een stukje naar het oosten, Oekraïne en Rusland, misschien al wel weer een nieuwe Koude Oorlog in de maak is. Ja, en terwijl je over Udo Lindenberg heen probeert te komen, hebben de Duitsers nou echt vandaag het gevoel dat hun land één is? Ja, vandaag wel. Vandaag vieren Oost-Duitsers en West-Duitsers samen met heel veel mensen uit de rest van Duitsland, de rest van Europa. Veel mensen zeiden ook vandaag, dit lijkt een beetje op 50 jaar geleden, toen we ook samen feest vierden, de hele nacht na 9 november. Maar de afgelopen 25 jaar was het gevoel natuurlijk vaak een stuk nuchterder. Het optimisme van mensen, vooral in het oosten, dat de situatie voor hun net zo snel zou verbeteren als in het westen, dat ze net zo welvarend zouden worden, is voor heel veel mensen niet uitgekomen. En de ervaringen van mensen zijn nog steeds zo verschillend. Oost-Duitsers en West-Duitsers hebben zo'n verschillende achtergrond, zo'n verschillende jeugd gehad. Dat het eigenlijk pas de generatie is van de mensen die na 1989 geboren is, waarin men dat gevoel niet meer heeft. Dus het zal waarschijnlijk nog wel een hele generatie duren voordat er in dit ene land ook één volk woont. Wouter, dankjewel en veel plezier daar in Berlijn. CDA-leider Sybrand Buma pleit voor een nieuwe status voor vluchtelingen. Een zogenoemde ontheemdenstatus. Dat zei hij vandaag in Buitenhof. Die status zou tijdelijk zijn en vluchtelingen duidelijk moeten maken dat ze na afloop van het conflict weer terug moeten naar hun land. Volgens Buma is het aantal aanvragen op dit moment simpelweg te groot.
Dus wil ik terug naar de kern van wat opvang voor vluchtelingen is. En zeker nu het gaat om dat Syrische conflict, zou dat een, wat mij betreft niet die hele juridische haarkloverij van de asielstatus moeten zijn. Maar een ontheemde status, zoals we die ook in de jaren 90 hadden. Waarbij je dus niet helemaal hoeft te bewijzen dat je asielzoeker bent. Je krijgt je opvang, maar sterker dan de asielstatus nu, je gaat terug naar het conflict. Ja. Naar het conflict. Ja. Catalonië houdt vandaag een peiling onder de bevolking over onafhankelijkheid. De regering van de deelstaat wil met die peiling kijken hoe graag de Catalanen zich willen afscheiden van Spanje. Drukte bij de stemlokalen, ook al was het geen rechtsgeldig referendum. De centrale regering in Madrid is fel tegen. Spanje's hoogste gerechtshof heeft geen toestemming gegeven. En toch is het enthousiasme onder de voorstanders van de afscheiding groot. Ze hopen met de uitkomst de regering verder onder druk te kunnen zetten. Bij een schietpartij in een café in de Amsterdamse Bijlmer zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt. Er waren zo'n 100 mensen in dat café toen er meerdere keren werd geschoten. 1 persoon was waarschijnlijk het doelwit, maar er werden dus 4 geraakt. De daders zijn gevlucht. Het is Remembrance Sunday in Groot-Brittannië, een nationale herdenkingsdag. Koningin Elizabeth en premier Cameron legden een krans in Londen voor de gesneuvelde Britse militairen. Dit jaar is bijzonder, want het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En ook in Afghanistan was er een herdenking. Prins Harry was er speciaal naartoe gevlogen om een krans te leggen samen met Britse militairen. Pesten op internet en sociale media, daar moet je jongeren weerbaar tegen maken. En jongeren met een licht verstandelijke beperking helemaal natuurlijk. Vaak begrijpen die de risico's niet echt vanzelf. De adviseur voor ICT in het onderwijs, Kennisnet, zegt dat er aangepast lesmateriaal moet komen voor die jongeren. Dat is er niet nu en dat is vragen om moeilijkheden. Zorginstelling Amerpoort met 2200 verstandelijk beperkten lost het gedeeltelijk op met een apart internetaanbod, ontwikkeld voor en door de eigen doelgroep. De redactie telt 16 medewerkers. Let ik op de leeftijden, hoe oud die filmpje is, als er geen vloeken in zit en als er geen grof taalgebruik in zit. Als dat er wel in zit, wat doe je dan? Dan haal ik hem eruit. Maar buiten het veilige eigen internet loert de rest van de digitale wereld. Ik kom eigenlijk in mijn werk alles tegen, van cyberpesten tot Facebook-fitties, tot loverboys, identiteitsproblematiek. Volgens onderzoekers heeft inmiddels 80% van alle geregistreerde problemen met verstandelijk beperkte jongeren te maken met internet en sociale media. Het is dus belangrijk al vroeg les en voorlichting te geven, maar er zijn geen geschikte leermiddelen. Op Drostenburg, school voor speciaal onderwijs in Amsterdam, proberen ze het toch. Heeft iemand wel eens meegemaakt tijdens het chatten dat er hele onprettige dingen gevraagd werden of onprettige dingen gezegd werden? Haitan. Ja, ik werd een keertje uitgescholden. Je werd een keertje uitgescholden. Veel kinderen zijn al geconfronteerd met digitale kwaadaardigheid, maar hier weten ze wat ze moeten doen. Als dat jongetje of meisje dan doorgaat, dan blokkeer ik hem wel. Sommigen zijn zelfs al eens geconfronteerd met digitale smerigheid. Of ik mensen in bed wou of zo. En dat soort dingen. En wat heb je toen gedaan? Ik heb ze geblokkeerd. Die mediawijsheid, dat omgaan met die sociale media, is toch heel belangrijk. En omdat er nu geen materiaal is, is het voor ons zeer arbeidsintensief om het bestaande materiaal om te zetten voor onze kinderen. In het rapport van Kennisnet wordt daarom ook geadviseerd speciaal lesmateriaal voor deze doelgroep te ontwikkelen. Zo snel mogelijk. Dan zijn we toe aan het weer. Willemijn, wat gaat het worden morgen? Eigenlijk net zo rustig herfstweer als vandaag. Met ook wat wolkenvelden. Zeker in de ochtend. Maar we beginnen eerst met de nacht. Want er kan nog een spatje regen vallen. Eigenlijk verspreid over het land. Dus een kans op wat lichte regen. Want immers daalt de temperatuur tot een graad of 7. En dan morgen overdag. Ik denk dat de dag begint met flink wat bewolking. Het kan misschien wat nevelig zijn. In het noorden en noordwesten kan er ook wel wat regen vallen. Nou, vanuit het zuiden, zuidwesten gaat het dan opklaren. Wordt het droog en dan gaat langzamerhand ook de zon doorbreken. Het wordt zo'n 12 graden morgen. De wind trekt ietsjes aan. Wordt matig boven land, aan zee vrij krachtig of krachtig. En de dagen daarna verandert er eigenlijk niet zoveel. Dinsdag nagenoeg droge dag. Woensdag misschien wat meer wolkenvelden. Die temperatuur blijft zo om en nabij die 12 graden schommelen. Er kan dus af en toe wat regen vallen, maar de zon zien we ook geregeld. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws.
De berging van wrakstukken van de MH17 is voorlopig uitgesteld. Er werd vandaag hevig gevochten in de buurt van de stad Donetsk. In Nieuwsuur vanavond het eerste interview van de nieuwe topman van de Rabobank. Wiebe Draaier. Hij moet het vertrouwen in de bank herstellen. Ik zie het toch wel als mijn toevoeging dat ik daar een versnelling aan moet brengen. Dat ik eerder duidelijkheid moet brengen aan waar gaat die bank naartoe? Waar staat die voor over de komende 5 tot 10 jaar? En dat ontbreekt wel op dit moment in de zin van wat is nou het verhaal waar we echt voor staan? Nieuwsuur, 10 uur vanavond, NPO 2. Ik wens u een mooie avond.